Tijdens de derde tevens slotdag van de Nationale Dialoog voor de toekomst van het onderwijs is wederom gebleken hoe belangrijk deze sector is. In deze aflevering van Focus brengen wij u wederom fragmenten uit de dialoog. Hoe belangrijk is dataverzameling binnen het Surinaams onderwijssysteem? Het is heel belangrijk, want door dataverzameling kan je dus aantonen de werkelijke situatie. Heb je dat niet, dan ga je dus gissen. Het was zo of ik denk zo. Maar als je dat kan bewijzen aan de hand van data, dan kan je ook daardoor ontwikkeling brengen en kan je dus een plan maken om het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Dus je hebt data gewoon nodig. Tenminste, niet alleen maar voor onderwijs. Je hebt data altijd nodig voor ontwikkeling. Het landelijke percentage voor drop-out ligt best wel hoog. Vanuit uw professie, wat kan een mogelijke oplossing zijn voor dit probleem? Ja, ik ben inderdaad voorzitter van de stichting Father, Mother, Figure. Dat is een organisatie die jongeren die problemen hebben, begeleidt. Dus wij begeleiden scholieren. Het gaat om kinderen tussen 8 en 18 jaar. En wat we doen is, we komen thuis bij de gezinnen. En daar wordt een coach ingezet die de jongeren een periode coacht. Van zo'n 3 tot 6 maanden. Waardoor de jongeren zijn school kan afmaken. Dat is onze bijdrage. Dus wij werken in het veld. Ja, we komen thuis bij de mensen. Dus niet alleen de jongeren wordt gecoacht, maar ook de ouders. Als het gaat om 1 ouder, ja, de moeder of de vader, wordt die gecoacht. Als het gaat om 2 ouders, dan worden beide ouders gecoacht. Zodat de ouders ook sterker worden. Bepaalde vaardigheden bij leren. En je kan denken aan het beter opvoeden van hun kinderen. Ja, meer quality time met hun kinderen doorbrengen. Ja, het observeren wat er gebeurt ten aanzien van huiswerk. Ja, het doen van leuke dingen, ontspanning. Zodat de kinderen een hobby kunnen hebben. En het meegaan naar die hobby. Ja, dus in die zin leren we de ouders hoe ze op een betere manier hun kinderen kunnen opvoeden. De rol van de inspectie bij de onderwijsdialoog vandaag was dat we eigenlijk hebben aangegeven wat de inspectie zal doen bij een nieuw onderwijssysteem. Namelijk dat we willen afstappen van de oneigenlijke taken die nu bij de inspectie zijn. Nou, oneigenlijke taken niet. Maar er zijn taken die eigenlijk je afhouden van je inspectiewerkzaamheden, je core business om het zo te zeggen. Bijvoorbeeld taken zoals het plaatsen van leerlingen, aanhoren van klachten van leerlingen, het zoeken van oplossingsmodellen voor kinderen die gevochten hebben. Dat zijn een paar van ze, maar er zijn heel wat andere zaken waar je zegt van deze dingen moeten door andere afdelingen gedaan worden. Zodat de inspectie zich kan bezighouden met de kwaliteitsbewaking en de kwaliteitsmonitoring van het onderwijs op de scholen. En dat hebben we vandaag gepresenteerd. Want in het nieuw onderwijssysteem zullen we de taken die er zijn bij de inspectie evalueren. En de taken die door andere afdelingen gedaan kunnen worden, zullen ze door de andere afdelingen overgenomen moeten worden. En de inspectie gaat zich bezighouden met de kwaliteitsbewaking, met het inspecteren van schoolleiders, het inspecteren van individuele leerkrachten, maar ook kijken naar wat is van de school, wat is de outcome, wat zijn de processen op de school, voldoet die school aan een veilig klimaat, maar ook in de klas, in een klassenklimaat, hè, wat noemen we klassenmanagement. Wat doet de leerkracht om de leerlingen, om het maximale uit haar of zijn leerlingen te halen?